Goedenavond, ik ben Anna de Vries. Ik woon in Bennekom. En ik wil jullie iets vertellen over een droom die ik al eigenlijk heel lang had. En ook over het jongerenhuis wat daarmee te maken heeft. Dat betekent dat ik ongeveer 30 jaar geleden, toen wij trouwden, dat er al heel snel iemand op de stoep stond en vroeg of die bij ons kon wonen. In ieder geval tijdelijke opvang. Nou, dat was prima. We hadden twee kamers, hij kon op de ene kamer. In de loop van de tijd gebeurde dat heel veel. Kwamen we als mensen als daklozen of iemand die zeg maar hulp had gehad in de zorg en dan daarna een eigen plek moest hebben. Of iemand die een psychose had gehad en weer een veilige omgeving nodig had. Zo hebben wij dat kunnen bieden. En ondertussen kregen we in de loop van de jaren 5 kinderen. En toen die uit huis gingen, was het zo dat ik in mijn werk in het onderwijs merkte dat ik mijn passie steeds meer naar jongeren uitging. En ik dacht, ik wil met de jongeren verder gaan. Mijn man ondersteunde mij daar heel erg in, maar het was echt mijn passie, mijn droom. En nou, in de laatste 15 jaar zijn we bezig geweest om een pand of een stuk grond of te vinden om een huis te starten waarin we die jongeren konden opvangen. Want er kwamen immers altijd jongeren, dus dat was echt iets wat op mijn hart lag. En wat gebeurde er? Nou, we gingen in gesprek met mensen als met de gemeente, met de wethouder of met een architect. Of we gingen kijken naar een stukje grond en we zochten vrienden op of die samen iets met ons wilden. Maar het ging allemaal niet door. Totdat vorig jaar, dus een jaar geleden, er een pand vrij kwam 100 meter bij ons vandaan in Bennekom. En waar heel veel ruimte was voor jongeren op te vangen. En wij hebben daar we hebben een stichting gestart. En we zijn, dat betekent dat je ook een groep mensen achter je hebt staan die je ondersteunen. En we zijn jongeren, onze doelgroep is jongeren van 18 tot 25 jaar. Die een hulpvraag hebben. Die ga ik coachen. Dat betekent dat ik heb een coachopleiding gedaan na mijn onderwijsperiode. En ik dacht, ik ga het hele onderwijs ga ik nu verlaten. Ik ga me hier op richten. En dat pand konden we kopen. En op een gegeven ogenblik, kwamen er, omdat mensen het hoorden, kwamen de jongeren binnen. Belden ze aan en hoorden ze wat wij van plan waren. Jongeren die zeg maar vanuit de jeugdzorg uitbehandeld zijn. En op hun 18e dat er dan eigenlijk dat de mensen denken, ja, nu kunnen ze zelfstandig wonen. Maar ja, dat is niet altijd zo. En wij hebben nu de mogelijkheid en om dat te realiseren. En dat vind ik echt fantastisch dat dat kan. En daarom wil ik het ook graag bekendmaken dat het die stichting er is, Stichting Woonzaam. En in de periode van 3 maanden zijn we nu bezig om dat huis op te zetten. We zijn nu sinds een maand gestart met 5 jongeren. Er kan nog 1 meisje bij. En ik wil het graag bekendmaken en ook aan de organisaties die hier al in Ede zoveel werk doen. En dat is eigenlijk wat ik hier wil vertellen. En ik ben er heel blij mee dat het nu na 20 jaar eigenlijk doorgegaan is.